Mensen krijgen steeds meer belangstelling voor de oorzaak-gevolgsituaties. En gaan gelukkig ook steeds meer beseffen dat die er zijn. Ervaringen uit het vorig leven die ertoe doen binnen een therapeutische context, zijn ervaringen die traumatisch zijn geweest. Zoals? Denk bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog, of aan de Eerste Wereldoorlog, of aan de slaventijd. Of alles waar, de kenmerken van deze ervaringen is dood en ellende. Ik zal het maar even zo noemen. Okay. Pijn, vernedering, mishandeling, marteling, afzondering. Al dat soort zaken die, je kunt het in de geschiedenis zien, significant geweest zijn in het leven van iemand. Iedere pijn kent een verhaal. Mm-hmm. En het verhaal in deze context is verbonden aan ervaringen uit het verleden die ernstig zijn geweest. Hè? Een goede vriend van mij die zegt altijd van ja, we zijn hier namens God om te doen alsof hij niet bestaat. Dat vind ik een hele gevleugelde uitspraak. Dat betekent dat wij ons gespecialiseerd hebben in ons afzonderen van de schepping. En we doen ons best daarvoor. En het is bijna gelukt. Want we houden het nauwelijks meer in acht. Dus het betekent dat we redelijk succesvol zijn in die missie. Uiteindelijk kun je dat ook weer niet helemaal succesvol laten zijn. Want je kunt niks isoleren in de schepping. Op een gegeven moment kaatst het weer terug. Komt het weer terug. Het is alleen lastig, want als je heel lang dacht succesvol daarin te zijn, dan doet het altijd even pijn als blijkt dat het niet zo was. Ja. De Indiaanse volken, of inheemse volken, die kenden het belang van het betrekken van de voorouders in alle processen die je als mens hier op aarde meemaakt. Zij hebben er allerlei ceremonies en rituelen voor en dergelijke. Nou, in onze maatschappij is het gewoon anders geworden. De oudere mensen zijn hier, samen meer economische eenheden geworden. Maar de werkelijke rol die zij voor ons hebben, die is heel erg weggedrukt, weggestuurd als het ware. Je kunt je eigen proces, je levensproces, de dingen die voor jou van belang zijn in je leven om mee aan de slag te gaan, nooit loszien van je vader en je moeder. En ik zeg het zo met klem, omdat ik spreek wel eens hier en daar en het valt mij op hoeveel nieuws dat is voor veel mensen. Dat is echt ongelooflijk dat mensen daar een nieuwe kijk op zaken door hebben gekregen. Zo wat mij regelmatig overkomt als ik in de praktijk mensen interview, dat is dat mensen echt zeggen van ja, hè, mijn vader of mijn moeder die heb ik al 30 jaar niet gezien, daar ligt niet het probleem. En dat menen ze dan ook. En jij zegt juist wel. Ja, zeker. Ja, dan is het belangrijk om te achterhalen wat er heeft plaatsgevonden waardoor er een breuk is ontstaan. En daar zit weer een verhaal achter. In veel gevallen willen mensen daar liever niet over praten. Maar goed, het is heel belangrijk om daar wel aandacht aan te besteden. Want je kunt niet verder voort in ontwikkeling als persoon als de voorouderlijke lijnen afgesneden of afgekapt zijn. Dat gaat niet. Het belangrijkste is dat mensen moeten leren, en moeten bedoel ik niet beleren, want dat geldt voor mij net zo hard, dat je uit de schepping niks kan weghalen. Je kunt niks uitsluiten, niks wegstoppen, niks. Het was net alsof vroeger toen we dachten, toen de aarde plat was, dat die boten aan het einde zouden vanaf kukelden. Dat is hetzelfde idee, alsof je dingen weg kan, weet ik veel, ontscheppen. Dat gaat helemaal niet.